stijf uitverkocht. In Zwolle voor de IJsselderby. De 106e in de geschiedenis. Het gros daarvan een niveautje lager gespeeld. En om die statistieken even helemaal volledig te maken. De laatste 20 edities in Zwolle. 16 zegens voor PEC. 2 keer Go Ahead, 2 keer gelijk. En daar zijn ze onder aanvoering van scheidsrechter Makkeli, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. PEC 20 punten, Go Ahead heeft er 10 meer. Die ruiken veiligheid. Die ruiken nog een jaar Eredivisie voetbal. En voor PEC is er in dat opzicht nog een lange weg te gaan. We kijken naar de opstelling van PEC Zwolle met Lamproe in de goal. Met Nakayama die terugkeert in de verdediging. Hij miste de wedstrijd tegen Twente in Enschede. Maakte een wereldreis en is eergisteren teruggekeerd. En er dus vandaag bij Darfalou heeft het ook gehaald. Heeft zich laten behandelen in Algerije. Darfalou is de partner van Redan voorin. Opstelling dan van Go Ahead Eagles, waar Hel de vervanger is van Brouwers. Dat is een grote aderlating voor Go Ahead Eagles. Dat Brouwers er niet bij is, goed voor 8 doelpunten. En bovendien ook een uitstekende voetballer op het middenveld. Kramer heeft het wel gered, staat centraal achterin samen met Gerrit Nauber. Helemaal propvol daar. Het vak met de Deventer-aanhang. Liedberg. Liedberg krijgt hem goed mee en die is best snel. Liedberg zou het kunnen proberen, dat doet hij ook. Weinig problemen voor Lamproe. Makkelijke vangbal, Lamproe. Redan aan het werk gezet. Af voor Portina. Andersson was onderweg. Het gaat via de linkerkant met paal. Andersson, mooie aanval. Wat een schitterende counter van Zwolle. Maar de lat. En dus nog altijd 0-0. Begint bij de hoekschop van Go Ahead Eagles. En dan gaat het heel snel aan de rechterkant. Lijkt de meeste ruimte te liggen. Maar met deze aanvalsopzet komt Zwolle ook een heel eind. Clement. En kijk, is Andersson doorgelopen. Op het juiste moment bediend. Perfecte voorzet eigenlijk. En pech met de afronding. Maar wat een leuke opening is dit van de IJsselderby. We horen het publiek applaudisseren. Exact 1:30. Waarbij stilgestaan wordt bij de slachtoffers van de vreselijke schietpartij. Een paar dagen geleden in Zwolle. Clement, slim. Het lichaam erin zetten in dat duel. Toch is hij maar uiteindelijk kwijt. Dan wordt Del gelijk weer onder druk gezet. Hier en daar wel een glijpartij. Op dit overigens prima veld. Daar gaat Darfalou. Moet Nauber in de achtervolging. Darfalou kijkt op en ziet een Andersson. En hier is Redan ook. En inmiddels Van Werbeskerk ook aangesloten. En dan eindigt het uiteindelijk voor Zwolle een teleurstelling met deze uithaal van Sai van Werbeskerk. Paal. Het valt precies gunstig voor Kramer. Maar dan de overname van Zwolle. Redan af op Nauber. Andersson kan ook. In het 16 meter gebied. Andersson plaatst hem. Maar plaatst hem uiteindelijk in de handen van Noppert. Hier is Clement. Clement met een ander balletje. Darfalou een beetje naar de buitenkant. Redan probeert positie te kiezen. Darfalou zelf. Vrij kansloze poging eigenlijk. Een behoorlijk stukje naast ook. Darfalou. Goed balletje. Del Liedberg bij de tweede paal. Als hij gevonden wordt, dan komt hij binnen. Maar hij knikt hem naast. Helemaal vrij. En dan is dit de beste kans voor Go Ahead Eagles in minuut 28 voor Liedberg. Fijn steekpaasje. De voorzet van Del markeert ook heel weinig aan. Legt hem met veel gevoel neer bij de tweede paal. Maar Liedberg krijgt hem naast. Die moet hij toch maken. Kuipers veel scherper dan zijn tegenstander Andersson. En een overtalsituatie aan de rechterkant met Liedberg. 3-4 man namens Go Ahead Eagles de 16 meter gebied in. Bij de tweede paal, Orad Mankoen. Ja, daar moet je een beetje mazzel mee hebben als je hem ineens neemt. Hel. Martina hield niet in. Del. En een makkelijke vangbal uiteindelijk voor Lamproe.
Noppert. Zwolle gaat Vabank spelen. Hier is Redan. Redan met de demarrage. Redan nog altijd. En dat is de eerste serieuze kans van de tweede helft. Goede versnelling van Darshan Redan. Ziet de ruimte. Ziet het gat. Versneld. Maar raakt hem allesbehalve vol. Acic. Redan. Weggedraaid door Paal. Weggedraaid bij Rommens. Voordeel. Acic. Voorzet van Acic. En Darvalou krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. En dan uit de tweede lijn. Binnenkant Paal. En de goal van Castaner. Maar ja, het is Castaner. En die zit het niet mee, want de vlag gaat omhoog. Die moet toch wanhopig worden zo langzamerhand. Want die mag maar geen goal maken. En als hij er eens een maakt, dan gaat er een vlag omhoog. Dan staat Castaner daar meters buitenspel. En profiteert hij van de situatie als de bal terugkomt van de paal. En wist hij dat zelf natuurlijk ook wel. Kijk maar naar zijn reactie. Acic. Paal. Acic, mooi gespeeld. Nakayama ook ten aanval. Terugleggen, dat is goed gevoetbald. Eén handeling te veel wellicht van Darvalou. Kans weg. Maar Peck mag toch het meeste aanspraak maken op de overwinning zo langzamerhand. Palen lat geraakt. Zo'n beetje alle aanvallers ingebracht. En Go Ahead heeft er in de tweede helft nog niets tegenover kunnen stellen. Schitterend steekpaasje. Nakayama met het overzicht. Darvalou doet heel goed qua positie kiezen, maar niet in de afronding. Cardona. Cardona, drie man om zich heen. Zal wat steun. Rommens helemaal vrij op de rand van het 16 meter gebied. Moeizame bal, moeizame controle ook. Van de nummer 10 van Go Ahead, struikelpartij. Martina met de bal er vandoor. Was niks aan de hand. Oradman Koen, goede aanname. En waar gaat het toe leiden? Martina, slechte aanname. En nu ligt het aan de andere kant behoorlijk open. Er zit 4 tegen 4. Redan. Er gaan nog kansen komen in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Redan. Want beide ploegen voetballen nu met open vizier. En geen middenveld meer. Hupsakee oversteken. En de andere kant op. Martina. Cardona. Ook weer de bal van de voet laten springen. Castaner. Hetzelfde verhaal. Het gaat zeker niet de boek in, geschiedenisboek in als een oogstrelende IJsselderby. Deze editie van Peck tegen Go Ahead. De Wit. Reinders. Dan komt net zo snel weer terug. Hees De Wit. Darvalou. Castaner is weg. 4-5 man van Zwolle in het 16 meter gebied. Voorzet tegen Kuipers aan, niks aan de hand. Geen hens. Paal. En weer terug naar Castaner. Bezetting voldoende, zoals gezegd. Maar er wordt maar geen ploeggenoot gevonden door Castaner. Hier is Cordoba. De bal snel weer kwijt. Wordt dat gecorrigeerd door Del. Ongelooflijk veel meters gemaakt heeft Del in deze wedstrijd. Hier is Lucas. Gaat Go Ahead het dan nog naar zich toe trekken in de laatste minuten? Dat zou kunnen, maar de paas van Lucas richting Oradman Koen is niet goed. Vijf minuten nog. Je ziet her en der wel dat het kracht gekost heeft deze wedstrijd. Hoe Martina richting de bal sloft. Rommens. Rommens probeert het nog. Rommens doet het nog. En hoe? En hoe? Toch nog een late ontknoping in deze IJsselderby. En het valt de kant op van Go Ahead Eagles. Dankzij een uithaal van Rommens. Niet hard. Wel heel zuiver getrapt door Rommens. Maar de ontlading bij Van Wonderen. Die weet dat met 33 punten de zaken wel zo'n beetje voor elkaar zijn voor Go Ahead. Als het gaat om Eredivisie voetbal volgend jaar.
Orad Mangun. Orad Mangun voor nog een goal. Het is Orad Mangun en Go Ahead nog niet gegeven. En Lamproe heeft haast. Daar Falou. Gedan. Zit er nog één plotwending in deze wedstrijd. Als Asic achter de bal aan snel. En we in de zevende minuut van de extra tijd zitten. Daar Falou. Laat hem vallen voor Gedan. De Wit. Zal hem er toch in moeten brengen, Mees De Wit. Nog maar een route buitenom en dan de voorzet. De Wit. Noppert, één vuist. Niet overtuigend. De Reinders niet. En dan ligt het nu echt helemaal open. Córdoba. Slim balletje van Córdoba. Cardona met Van Polen nog voor zich. Van Polen blokt, maar dan zit het erop. Is deze IJsseldarby ten einde. En wint Go Ahead Eagles, net als in Deventer, met 1-0. Toen Botos, de matchwinner. Nu is het Rommens. Maar Rommens is ook zo'n speler die toch lang in de anonimiteit van de keukenkampioendivisie voetbalde. Maar waar een eredivisie-speler van gemaakt is onder Kees van Wonderen. En hij, Rommens dus, beslist deze wedstrijd. Waar het er lang op leek in de tweede helft. Dat Packett misschien wel naar zich toe ging trekken. Met wat meer opportunisme. Met een bal op de paal. Nadat in de eerste helft de lat al werd geraakt. In een wedstrijd. Die niet echt bol stond van de grote kansen. Lidberg liet een grote mogelijkheid voor Go Ahead in de eerste helft onbenut. Maar verder was het vooral een gevecht. Zoals je eigenlijk van tevoren wel zou verwachten. Zoals zo'n wedstrijd zich ontwikkelt. Dat gebeurde ook in Zwolle.